anders gesteld. Met de bomen die naar beneden vielen, de dakpannen om onze oren, code rood. Maar die is 95 miljoen stormschade, hè? In heel Nederland. Ja. Henry van Rijn, welkom. U bent verantwoordelijk voor de zakelijke klanten van verzekeraar Unive. Was het een stormachtige periode? Nou, het was zeker een stormachtige periode. Zakelijk natuurlijk ook. Bomen, ja, die kiezen niet uit op welke auto ze vallen. Is dat dan de meeste schade die is geleden aan de auto's? De meeste schade is aan auto's geleden. Ik kan me voorstellen, er ligt ook allerlei materiaal in auto's. Moet je dat dan ook mee verzekeren of hoe werkt dat? De auto zelf verzekert, dat ja. Ja, en casco, maar ook de materiaal. Dat is afhankelijk van het bedrijf wat je hebt. Maar sommige klusbedrijven die hele auto's volgeladen met hun attributen, alle gereedschappen. Dat moet je ook apart verzekeren. En als het door zo'n storm, door zo'n boom erop valt, alles onhandelbaar is, ja, dan is het goed als je dat verzekerd hebt. En want je hebt natuurlijk niet alleen zozeer je materiële schade, maar je bent ook uit de running voor een tijd. Of je personeel, je bedrijf, het gereedschap. Kan je dat allemaal doorverzekeren? Dat kan je allemaal doorverzekeren. Als je begint al te glunderen. U denkt, nou, dat is lekker kassa, toch? Of niet? Nou ja, dat is kassa hier voor ons qua premie. Maar met dit soort dagen is het natuurlijk een andere koek. Ja. Maar als bedrijf, als je opstal verzekert en de inventaris verzekert, is het ook zeer aan te raden om ook de bedrijfsschade die je even te kan leiden. Dus het stilliggen van het bedrijf voor een aantal dagen, of zo kort mogelijk natuurlijk, is dan ook verzekerd. Dus alle bruto winst die je dan derft, die je dan niet kunt, of je omzet die je derft eigenlijk, die je niet kan innen, die is daardoor verzekerd. Ik kan me voorstellen, ik bedoel, je bent ondernemer of je bent een startende ondernemer. Voordat je überhaupt kan beginnen, ben je al kapitalen kwijt aan alles wat je moet regelen en moet doen. En daar hoort ook die verzekeringen bij. En dan hoor ik wel vaker, dat is zo duur en die keren dat ik daar gebruik van moet maken, laat maar zitten. Nou, dat klopt. De premies zijn niet duur, maar ik bedoel, het is afhankelijk van de risico's die je loopt. En als ondernemer wil je natuurlijk zo lang mogelijk bestaan. Dus de verzekeringen zijn een waarborg voor het continueren van je onderneming. En of je nou heel klein bent of heel groot bent, je moet dat soort dingen goed met je adviseur. Nou, dan even een advies, want dat kost nu niks. Wat moet die ondernemer doen? Hij moet in ieder geval met zijn intermediair, zijn verzekeringsagent, om de tafel gaan zitten en kijken welke risico's hij loopt. En als hij een auto, een klusbedrijf is en zijn auto is zijn bedrijf, dan moet hij zijn auto goed verzekeren. En niet alleen WA denkt van mij overkomt het niet, ik ontwijk die bomen wel. Nou, je hebt de afgelopen week de beelden gezien, die ontwijk je niet. En al je spullen ben je kwijt, die kan je gewoon naar de vuilnisbelt afvoeren en je kan opnieuw beginnen. Als je dat niet verzekerd hebt, kun je eigenlijk je bedrijf of je onderneming stoppen. Bent u een beetje zonder kleerscheuren ervan afgekomen? Ik wel gelukkig, de bomen zijn mij in de buurt wel omgevallen, maar niet op mijn huis of op mijn auto gelukkig. Dus ik kan gewoon goed doorrijden en leven wat dat betreft. Mag ik u een stormvrij einde van het jaar gaan wensen? Dank u wel.